43 leerkrachten van 12 scholen uit Paramaribo, Kommewijnen en Wanica zijn vandaag begonnen aan een pilotproject dat moet gaan zorgen voor minder tot geen zittenblijvers. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur lanceerde vandaag op het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, de cursus Basisschoolbegeleiders Taal en Rekenen, Lezen en Schrijven. Het is van belang om zwakke leerlingen te identificeren en te begeleiden om zodoende leerachterstanden weg te werken. Met de cursus krijgen leerkrachten van het basisonderwijs methoden en technieken om hun leerlingen te ondersteunen. Kijk, we hebben het over ondersteuning van die onderwijsvernieuwing, waarbij de zwakkere leerlingen, waar heel veel over gezegd wordt, nu de kans krijgen met een extra remedial teaching, zoals het heet, om vooral te ondersteunen bij zwakkere leerlingen die sommige vakken niet beheersen, talen rekenen, begrijpend lezen. En dan gaan wij dus in de school nu een aantal van deze leraren trainen om vooral met deze kinderen aan de slag te gaan. Zodat we ze kunnen helpen, terwijl ze doorgaan met hun vakken, zijn ze in staat een aantal uren extra tijd te besteden aan deze kinderen. Elk individueel kind heeft die aandacht nodig. We gaan proberen omdat we moeten voorkomen dat ze blijven zitten. U weet dat ik gezegd heb, we gaan temporiseren met het doorstromen. Dus daar moet je een alternatief hebben. Dus we zijn nu begonnen met een pilot van 12 scholen in 3 districten. En dit is het resultaat van een serie trainingen die nu gaan plaatsvinden. Mensen moeten beschikbaar zijn binnen de scholen. Dus het wordt, heet het met een mooi woord, zorgbeleid. De leerkrachten worden begeleid om extra tijd in te zetten, zodat de leerlingen het normaal lestabel kunnen bijbenen. Het programma om te begeleiden is ook om het doorstromen te gaan afbouwen. Omdat als we zeggen dat we kinderen niet willen laten blijven zitten, is een mooi uitgangspunt. Dan moet je ook in die klas aandacht besteden voor die zwakkere leerlingen. Wat zien we? We hebben wat we noemen heterogene groepen van leerlingen. Met een heleboel achtergronden stromen in, met een heleboel capaciteitsproblemen, leerproblemen. En betekent, je moet nu een alternatief bedenken. Als het kind niet goed functioneert bij een paar vakken, achterstanden heeft, moet je iemand hebben die ze helpt. Dus wij willen nu een methode bedenken binnen die schooluren te helpen, maar ook na 2 uur. Gaan we ook proberen de extra kinderen lessen te geven om sneller in het systeem die aanpassingen te maken dat ze toch goed kunnen doorstromen met goede cijfers. En dat is belangrijk in die jonge klassen, vooral klassen 3, 4, 5, 6. Er komt een zorgplan op elke school en binnen het programma zal ook worden ingespeeld op de meertaligheid van leerlingen. Na 2 evaluaties van dit pilotproject gaat de 2e groep leerkrachten van 10 andere scholen van start in 2024. Nog in dit schooljaar moeten leerkrachten van 60 scholen zijn getraind. Voor het binnenland wordt er een speciaal traject uitgezet.